dingen bijna alleen maar tentoonstellingen met witte kunstenaars gemaakt. Sommige mensen noemen dat systemisch racisme. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Er hangen op dit moment geen werken van makers van kleur. Er zitten nog 100.000 werken waarvan heel veel witte mannen die alles wat niet wit man is hebben gebruikt in hun werk. We zijn een museum wat maar 4% vrouwen heeft in de collectie. Het is een werk van een vrouwelijke kunstenaar. Dat staat niet eens in de database afgebeeld. Je kunt hier niet een stedelijk zitting gaan nemen en gewoon gaan regeren alsof het business as usual is. Dus wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Minstens 50% kunstenaars met een niet-West-Europese of Noord-Amerikaanse... Zou ik echt totale belediging vinden als ze stedelijk met mij een tentoonstelling maken omdat ze op zoek zijn naar kunstenaars van kleur. Is het duidelijk wat we onder van kleur verstaan? Dan kap ik gewoon met deze tentoonstelling. Wat betekent inclusiever formuleren? En wie bepaalt die inclusie? Met N-woord getiteld, dat hebben we gewoon veranderd. Zigeuner, inboorling, zou je toch echt niet meer tegen moeten komen? Prostituee is een term die ik liever vermijd. Er zijn mensen die vinden dat ik veel te politiek correct bezig ben. Moeten we dan politiek incorrect zijn?